Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een prachtig wereldse gebeurtenisfilmpje, nummer 54. Ja, nou, dit is eigenlijk voor jullie YouTubers die dit filmpje via YouTube zien. Ik ga jullie vertellen dat wereldse gebeurtenissen filmpje 54 fantastisch filmpje is geworden. En dat het op Rumble en BitChute te zien is. Want we hebben het even over dictatuur. En we hebben het over keuzes die je maakt. We hebben het over economie. En we is Rick en ik. Rick, wiens naam niet nader genoemd wordt. Dat kan niet hier op YouTube. Alleen mogen jullie natuurlijk best wel even bedenken dat wij in een vrij land leven. Met een beoogd nieuw. Premier die bij de AIVD werkzaam is. Ja, wisten jullie trouwens ook dat Poetin naar Noord-Korea is geweest? Ja, men noemt dat daar een dictatuur. Ja, dat is wanneer je een leider niet zelf kiest. Dat. Goh. Goh. Nou, in ieder geval hebben wij een prachtig koningshuis. Wat wij ook niet zelf gekozen hebben. En hebben zometeen een AIVD-premier, wat we ook niet gekozen hebben. Dus wij leven in een heel vrij land. Daarom kan ik nu alles zeggen op YouTube en hoef ik er niet omheen te draaien. Dus, omdat ik het gewoon fantastisch vind om jullie ook samen met mijn lieve vriend Rick van goed nieuws te voorzien. Het is best wel een pittig filmpje geworden hoor. Ja, op alle fronten. We hebben het over dubbele paspoorten gehad. We hebben het over het woord wat niet genoemd mag worden. Op YouTube hebben we het ook gehad. Wel tig woorden. Dus we zijn losgegaan. Dat kan niet op YouTube. Alleen jullie op YouTube moeten wel even weten dat het dus een fantastisch filmpje Wereldse Gebeurtenissen 54 is gemaakt. Bij deze link. In de beschrijving. Tot zo. Dag lieve mensen. Fantastisch weekend.